Sinds 2002 ben ik hier, mag ik wel zeggen, een hele trotse directeur. Zeker nu we 100 jaar bestaan. Sinds 1913 bestaat een bibliotheek in Amersfoort. De eerste vestiging was aan het Laantje. In de tussentijd zijn we natuurlijk in allerlei panden geweest. We hebben vestigingen geopend, we hebben ook vestigingen weer gesloten. En nu zijn we in 2013 en we staan nog steeds voor een hele vitale, dynamische bibliotheek. Met als hoogtepunt dat we volgend jaar, in 2014, deze nieuwe vestiging hier op het Eemplein gaan openen. De nieuwe centrale bibliotheek van Amersfoort. Een van de allereerste veranderingen die ik heb meegemaakt was de discussie of we nou wel of niet strips zouden uitlenen. Er was hier heel veel oude garde die daar heel erg tegen was, want we geloofden heel erg in het hienauflezen. En ja, daar hoorden strips eigenlijk niet bij. Maar toen ik hier pas was, hebben we toch erdoor gekregen dat we uiteindelijk strips aanschaften. Nou, een van de dingen die heel erg veranderd is, is de manier van verwerken van boeken die binnenkomen. Want vroeger was het namelijk zo, nu gooien ze in zo'n gleuf en zetten ze op een kar in de kast. En vroeger was het zo dat elk boek wat binnenkwam, door ons op deze manier zo werd bekeken, elk boek. En dan keken we of er wat uitviel, maar we keken ook of er in geknipt was of in gekrast was. En dat knippen is eigenlijk voorbij, want dat deden de kinderen natuurlijk, die op de basisschool of de middelbare school zaten voor hun werkstukken, knipten ze mooie plaatjes uit de boeken. En met de opkomst van internet is dat gelukkig helemaal voorbij. En ja, zo'n bibliotheek is vitaal en dynamisch. Er gebeurt veel in de bibliotheken. Zeker tegenwoordig met de hele digitalisering van informatie, van lezen. En uiteraard gaat de bibliotheek in zijn tijd mee en geven we daar antwoorden op. Onder andere in dit nieuwe gebouw, maar ook in de manier van waarop de bibliotheek tegenwoordig werkt. Naar scholieren, naar kinderen. En met name voor het stimuleren van leesbevordering. We doen dat in schoolbibliotheken, dat doen we volop. En we vinden dat een hele belangrijke taak geworden van de bibliotheek. Dus niet alleen meer boeken uitlenen. Dat doen we overigens nog steeds veel en massaal. 2,5 miljoen boeken per jaar lenen we in één land uit. Maar juist dat taal ontwikkelen, leesbevorderen bij kinderen, dat vinden wij een essentiële opdracht voor de bibliotheek van de toekomst. Ik ben vrijwilliger bij de Voorleesexpress, initiatief van de bibliotheek in Amersfoort. Om kinderen tussen de 2 en de 8 jaar hun woordenschat te vergroten, plezier in het lezen te vergroten. En alles wat daarbij komt, van hoe lees je verhalen, hoe begrijp je verhalen, hoe ga je met teksten om. En als vrijwilliger gaan we één keer per week naar een gezin toe, vaste tijdstip, vaste avond, om met een stapel boek onder de arm te gaan voorlezen. In Bibliotheek Eemland werken wij met 110 scholen samen. En ons nieuwe project is heel erg gericht op de prioriteitswijken. En het nieuwe project is de Bibliotheek op school. Daarin werken we intensief samen met het basisonderwijs. En het project houdt dus in dat wij op die scholen, in die prioriteitswijken, aan taalachterstanden gaan werken. Wij werken samen met Bibliotheek Eemland. We hebben sinds een jaar de bibliotheek. Op onze school zijn 4 leescoördinatoren die de cursus Open Boek gevolgd hebben. Verder hebben wij een leesconsulent van Bibliotheek Eemland die hier wekelijks lessen verzorgt. Er is ook een biepclub van kinderen uit groep 7 en zij helpen ook in deze bibliotheek mee. De laaggeletterdheid in Nederland is nog best hoog. En de kinderen van de basisschool verlaten de basisschool ook vaak al met een taalachterstand. En om nu de kinderen beter voor te bereiden op de maatschappij, want hoe beter je kan lezen, hoe beter je dadelijk in de maatschappij presteert, beginnen we zo vroeg mogelijk met lezen. Als kinderen veel lezen en veel plezier in lezen hebben, worden ze beter in taal. De
voorbereiding hebben de vrijwilligers 2 avonden een workshop gevolgd, waarin het interactief voorlezen uitgebreid aan bod gekomen is. Naast concrete boeken, welke boeken kies je voor welke kinderen, hebben we heel veel informatie gekregen over het belang van het voorlezen. Dus dat is extra motiverend. En het blijkt dat als je op jonge leeftijd begint met voorlezen, kinderen aan het lezen krijgt, ze zelfs rendement hebben tot ver in hun studententijd. Dus het is een hele mooie investering, wat ik heel graag ga doen. Nou, ik kom meestal 1 keer in de week in de bibliotheek. En voor het slapen gaan ga ik ook nog even lezen. En soms ook als ik moet slapen stiekem nog lezen. Ik heb nu De Grijze Jager deel 1 aan het lezen. En ik lees nu de serie verder in het Engels. Ik hou vooral veel van realistische boeken, maar ook wel van fantasy. En ik heb een paar bepaalde schrijvers waar ik vooral veel van lees. Ik kom denk ik 2 of 1 keer in de bibliotheek. En dan kies ik ook gelijk 10 boeken. Nou, mijn boek gaat over dieren en het boek heet Het Magische Bos bij de Dieren. Ja, op school lees ik heel veel. Nou, ik weet nog dat in het begin, de eerste jaren dat ik hier was, was de bibliotheek toch wel in rep en roer. Begin jaren 80. Bezuinigingen en ik meen dat de bibliotheekwet veranderde. En de bibliotheek ging actie voeren. Dat is al heel wat. Landelijk heet het Help de Bibliotheek Verzuipt. En we hadden hier op de ramen hadden we allemaal grote blauwe golven gemaakt. De bibliotheek echt verzoop. En we liepen met een enorm spandoek door de Lange Straat op weg naar de Flint. Want er was een landelijke bijeenkomst. En op dat spandoek stond OB moet nog langer mee. En die hebben we zo fanatiek op dat spandoek geschilderd, dat die letters nu nog op de vloer van het magazijn staan. Begin jaren 80 hadden we in Amersfoort een primeur. We hadden een Fiditel. Dat kwam ongeveer tegelijk op met Teletext. Het was een informatievoorziening waar je bij moest inbellen via een modem. Fiditel heeft het niet echt overleefd, dat is nooit wat geworden. Maar het toont wel aan dat de bibliotheek toen al pionier was in toepassing van nieuwe media. In de boekenstoel hadden we zo'n briefje en daar stond op: als je een besmettelijke ziekte had, dan moest je dat melden. Want dan werden de boeken gedesinfecteerd. En nou ja, heel mooi briefje. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan vroeger, maar het stond er wel in. Ik weet niet precies meer welk jaar het was, maar het was het jaar dat Salman Rushdie zijn duivelsversen uitbracht. Er was natuurlijk heel veel om te doen.
in alle landen in de wereld, maar ook in Amersfoort, want wij kregen een bommelding. Het enige grappige was dat boven aan de telefoon zat iemand die veel vaker grapjes maakte, dus ze belde naar beneden. En in eerste instantie geloofden mijn collega's dat helemaal niet. Maar uiteindelijk bleek dat het wel een serieuze bommelding was, dus de hele pand moest ontruimd worden. En we hebben daar buiten staan wachten, het bleek uiteindelijk natuurlijk niks aan de hand te zijn. En toen we binnenkwamen, toen bleek nog iemand op het toilet te zitten. Dus we hadden toen nog niet zo heel vaak een ontruimingsoefening gehad, zullen we maar zeggen. Ja, we hadden vroeger natuurlijk een papieren catalogus en niet eentje, maar de trefwoorde catalogus, de CISO catalogus, de titelcatalogus. Dat moest allemaal ingevoegd worden, dus dat was ontzettend veel werk. Ook wel heel gezellig om dat met z'n allen te doen, met een grote zak Engelsen erop. Maar dat heeft later plaatsgemaakt voor de automatisering. En toen zijn we de hele collectie met z'n allen gaan invoeren. Weken heeft dat geduurd. Nou, en daarmee werd toen de catalogus overbodig. En die hebben we toen ritueel tijdens een feestje over de balustrade gekieperd. Er gebeurt heel veel, er zijn heel veel veranderingen en met een geweldig team, mensen die naar voren willen, die de toekomst durven aan te gaan, ook voor een bibliotheek die echt moet veranderen van inhoud en van context, denk ik dat ik een zeer tevreden mens ben over de manier van waarop we daar de afgelopen jaren en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk een antwoord op gaan geven. En dan word je wel eens gevraagd, wat is dan de toekomst van de bibliotheek? Over 5 of 10 of eventueel over 50 jaar. Dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten, maar de bibliotheek heeft de afgelopen 100 jaar zich echt bewezen dat ze mee kunnen bewegen met de tijdgeest. Ik zie nu ook die veranderingen, dat er steeds meer studenten, veel meer lerende mensen ontmoeten elkaar, er vinden allerlei activiteiten in plaats. En dat geeft mij wel het vertrouwen dat de bibliotheek in staat zal zijn, ook in de komende jaren, zich mee te bewegen met wat maatschappelijk van ze gevraagd wordt. En die toekomst van de bibliotheek, die is wel zeker voor de komende 50 jaar. Daar ben ik van overtuigd.